Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden BRM Lime Machine Gun hier natuurlijk op Call of Duty. De enige echte. Oh yes, dat is één. Black Ops 3. Wat we in deze serie moeten doen... Oh my god, teammate. Wat we in deze serie moeten doen, is ik moet natuurlijk mijn BRM goud halen. En wat we daar op dit moment voor moeten doen, is ik moet op dit moment... Komt er een aan, let op. Dankjewel teammate. Ik moet er op dit moment headshots mee maken. Dus daar ben ik druk mee bezig. Ik ben goed op de hoofdjes aan het richten. Ik probeer ook elke kill die ik maak op de hoofdjes te richten. En we hebben op dit moment 40 headshots in totaal alweer binnen. Nou, we hebben er net al eentje gemaakt. Dus dat houdt in dat we nu 41 hebben. En we blijven ook op deze manier doorgaan. Ik heb een reflex sight aan, zodat ik natuurlijk beter die headshots kan richten. Dankjewel, dubbel headshot. En we gaan hard. We gaan heel erg hard met die headshots. We proberen er sowieso minimaal 15 per potje te halen. Nou, het is natuurlijk, zoals jullie weten, aan de lastige kant. Want headshots maken is gewoon best wel lastig. Maar het gaat wel goed. Dus als jullie deze serie leuk vinden, mensen, ram natuurlijk zo'n kaart op like op. Als wij de 3000 likes kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. Dan is alweer een headshot binnen. En dank jullie wel natuurlijk sowieso voor... Next teammate. Voor alle support. Zo, ik maak er best wel veel op dit moment. Dan loopt er hier nog een. Oh, die gaat helemaal omlopen. Komt hier aan, let op. Dank je voor de headshot, maat. Dank je. Dank je. Duimpje omhoog voor jou, vriend. Niet voor mij, voor deze keer, maar voor hem. Die vent die springt heel veel, jongen. Daar was ik net te wachten. Oké, zit er eentje Palace. Dat is Hero. Dit is Palace. Dat is een headshot. En er zit er een paar daar bovenop. Oh, nice. Nog een headshot. We gaan heel hard nu. We gaan heel hard dit potje met headshots. Nice. Dit gaat goed, man. Dit gaat lekker. Kom je naar mij toe? Ja, daar komt hij aan. Zag je hem? Oh, hoe kan dat geen headshot zijn? Het enige wat ik zag was zijn hoofd, joh. Nou ja. Alright, Call of Duty, je nightmare weer. Oh, zo. Weer eentje. Oké, moet ik snel op B gaan. Kinetic armor aan. Headshot, hoppa. En dan kan je die B-vlag meteen weer terugpakken. Er staat wel een guardian op, maar mijn teammates zijn er kapot aan het schieten. Dus, oh, ik laat mijn teammates ook lekker doen. Teammates knallen maar kapot, hoor. Ik zal je even helpen met C ook, maat. We zijn een team, hè. Hoppa. Moet ook wel winnen, hè, jongens. Dus... Ook al speel ik voor de gouden BRM, alsnog wil ik ook graag die potjes, nice, winnen. Dus daar speel ik ook voor. Nice! Mijn teammate heeft gewoon heten gehaald, man. Shout-out naar jou, maat. 50 headshots. Dan hebben we er alweer 10 dit potje gehaald. Nu al. De echo loopt daar. Dit is echt... Oh, fuck. Oh, waarom lieten jullie hem doorlopen? Dat was dom, man. Dat was heel dom. Ik zag de echte lopen, alleen ik kon hem niet meer raken. Ja, dan moet je afterburner aanzetten, maat. Hij gaat nu omlopen. Nou, hij loopt helemaal weg, zie je dat? Dan ga ik ook niet achter hem aan, dat kost veel tijd namelijk. Als we het falen, dan moet je gewoon lekker laten lopen, jongens. Het kost veel tijd om achterna te gaan namelijk. Weer net shot. Ben gepakt. Komt er eentje boven, let op. 3, 2. Nee, hij komt over de muur heen. What the fuck? What the fuck? Was hij niet... Huh? Ik zag hem niet, serieus. Hij is gewoon op B gegaan. Langs me. Oké, dan zat ik heel scheef te spelen. Sorry. Sorry, vieze kutcamper die je bent. Je fucking kutmogol. Ik mag die vent niet. Sorry. En er was blijkbaar dus iemand langs me gelopen. Die heb ik echt niet gezien. Dat is mijn schuld. Oh joh, ik dacht dat er iemand achter me zat. Nu heb ik mijn kinetic armor voor niks aangedaan. Oh, kijk uit voor die camper, jongens. Zit er nog steeds... Ja, dankjewel. Zit er nog steeds eentje daar bovenin, man. Wat ik ga doen is... teammate, ik help je heel even. Oké, okay, lekker. En dan komen ze allemaal via Palace. Jongens, jongens, jongens. Ik wil deze kant op. Komen ze aan. Ik zei het je. Ik zei het je. Ze komen eraan. Ah, oh, nu heb hij een triple kill. Wat nergens op sloeg. Die triple kill, daar had hij niet verdiend, man. Ik wou de andere kant op door deurtje heen. Alleen daar stonden mijn teammates met te blokken. Dus ik kon daar niet doorheen. Dat was niet mogelijk. Dat was niet handig. En vooral als mijn teammate op me zit te schieten, is het helemaal niet handig, vriend. Oh, wat een kut. Mol. Maakt niet uit hoor, jongen. Ik weet dat ik aan... Oké, laat maar zitten. Grapje. Het gaat niet meer zo lekker. 22-11 sta ik nu. What the fuck is er gebeurd, joh? Ze zijn hard gaan campen, hoor. No joke. Die enemies zijn keihard van speelstijl veranderd. Zie je?
zijn heel rustig aan spelen op een of andere rare, mysterieuze wijze. En nu moet je komen ook, vriend. Zie je, kijk, hij... Ja. Dank je. Ik zat hem al de hele tijd op te wachten. Hij was teruggelopen en toen dacht hij, weet je, we gaan niet terug. We gaan weer de andere kant op. Dus sommige NSC snap ik ook niet helemaal. We staan neer heel goed. We hebben wel 4905 punten. We hebben ook nog eens 6 caps op dit moment binnen. Alleen, we moeten even opletten. Die enemies zijn van speelstijl veranderd. Die enemies zijn rustig gaan spelen. Wat ze doen is, ze schakelen eerst ons uit. Dan pas gaan ze naar die B-vlag toe. Ze moeten ervoor zorgen dat wij ook iets rustig gaan spelen. Dus als wij nu hun speelstijl weer overnemen, kunnen ze weer niks. Dus dat is eventjes nieuw op dit moment de bedoeling. Wat ik dan doe is, ik ren naar het midden. En ik ga gewoon meteen op de B-vlag. Als mijn teammate me wil helpen, dan zal ik dat best wel zeer op prijs stellen. Niet schieten teammate, je schiet random, maat. Daar heb je de kop erin. Headshot. Zit er nog één naar boven. Geen kinetic armor gebruiken bij mij, vriend. Oké, er zit er eentje bovenop. Die ga ik even killen. Die zit namelijk daar te campen. En die ga je niet zomaar kunnen killen. Dus vandaar dat ik die lightning strike even opgooi. Dank je, dank je. Zo, dat waren het campers. Ik ben nu wel dood, maar ja, niks aan te doen. En wie is beast? Komt omdat ze met z'n drie erop zaten. Kinetic armor aan. En erin, 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 erin. Kut, ik sta aan de hens. Fuck my life. Daar werkt kinetic armor niet tegen, jongens. Daar werkt kinetic armor niet tegen. Er staat 20 punten voor. Nu nog. Ja, leuk dat je me kent. Ga nou heen. Fuck off. Maar wel leuk dat je me kent, maar niet dat je me blokt. Kut, die clones zat gewoon te campen, joh. Dat is ook een nieuwe. Clones die gaan lopen. Ja. We verliezen nu ook de A-vlag, hè. We verliezen onze hoofdvlag. Nu gaan we dus niet meer voorstaan. Hierdoor ga je dus die potjes verliezen. Oh kak, oh kak. Jip, kak. Kakkere kak. We hebben nu geen enkele vlag meer. Dan moeten we C pakken en dan moeten we A pakken en dan moeten we focussen op B. We moeten nu focussen op B, nu, want anders gaan we verliezen. Kut, jongens. We worden even geowned, vriendjes van het goede leven. Ik zei nog, we moeten rustig gaan spelen, maar dan moeten we wel eerst die B-vlag hebben. Dan moeten we rustig gaan spelen. Kijk, we hebben nu ook A. Wat inhoudt dat we focussen op B gaat verloren. Ik bedoel omdat wij nu twee mainvlaggen hebben. Er komt nog eentje aan hier. Maak er maar twee van. Komt er nog één, ik hoor hem. Dankjewel, teammate, ik hou van je. Oké, dan heb ik nu B, dan moet ik nu rustig gaan spelen. Het houdt in hun speelstijl overnemen. Zij spelen langzaam, wij spelen langzaam. Gewoon speelstijl overnemen. Oh, die headshots stromen binnen, jongen. Die headshots stromen binnen, jongens. Oh, doet hij mee. Mijn lach is zo hard weg, jongen. Dat is niet normaal. Ah, jammer, 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 jammer. Oké, ik ging er expres niet in, omdat ik weet dat die enemies me dan gaan killen. Want die staan me daar gewoon op te wachten, namelijk. Losing B, fuck, die heb ik niet doorgehad. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. No worries, ik heb hem op B. Nu! Zo. Ik moest het net doen wanneer hij het niet verwacht, anders was ik dood gegaan. Ah, oh, hij ligt er op de grond. Teammate, kap hem met op mij schieten, ouwe. God non de zuur. Nu ga ik dood, ja. Headshot, netjes. Zit er een naast... Niemand hier. Komt er weer een. Headshot. Oh, die heb ik niet gezien. Bovenin. Ah, mooie kill, goede kill, goede kill. Wel camp kill, maar oké. Fair enough. Soms mag het weer een headshot. Lekker bezig. Ik weet echt wel wie de echte is hoor, vriend. Daar hoef je je robotjes niet voor te gebruiken. Hij gaat ook best slim, weet je. Ik zet mijn clones aan. Nee, maat. Nee. Headshot. Als je kinetic armor hebt, jongens, maak een headshot. Dan heeft dat ding geen nut namelijk. Oké, hier voor campen, want ze spannen hier voor me. Teammate rent er... Teammate, kill hem dan wel, dankjewel. Teammate rent er wel in. Die kan de spans geflippen als iedereen killt. Dat is nu aan... Nou weet je, ik ga dan ook wel in. Dan gaan de spans flippen.
Jezus, ik moet opeens reloaden, man. What the fuck? Die had ik niet door. Mijn schuld. Oké, we kunnen weer. Netjes teammate. Goed bezig. Spawnflip nu. Headshot. Spawnflip is er al ingekomen, zoals je kan zien. Zoals ik al zei. En dat komt als je de spawn in pusht, man. Dan krijg je dus zo'n spawnflip wat we nu hadden. Dus dat is eigenlijk niet handig. Ga gewoon die vlag pakken, want het potje is toch afgelopen. Toch, teammate? Ja, yeah, maat. Woe! Nog even een paar puntjes erbij. Hoppatee. Nice. Alsnog 56-20, man. Was best wel lastig potje. De enemies begonnen iets rustiger te spelen. Ik had de speels op een gegeven moment overgenomen. Ik moest er wel even aan wennen hoe ze aan het spelen waren. Deze vent is op sensitivity te hoog staan. En even veel headshots gemaakt. We hebben heel veel headshots gemaakt. Ik ben echt benieuwd hoeveel. Sowieso boven de 20. Dat kan niet anders. Sowieso boven de 20. Sowieso. Mobile artillery getting the win. Ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel headshots ze hebben. Moeten we nu weer een half minuut wachten, jongen? Ik haat het zo hard. Ik wil gewoon nu weten hoeveel headshots ik heb. Maar ik moet wachten dat we uit het schermpje zijn. Dat we uit het eindscorebord zijn. Dat we uit het Treyarch-tekentje zijn. En dan pas krijg ik het te zien. Kom op, man. Laat gewoon nu zien, weet je. Laat me gewoon die lobby nu uit. En dat ik gewoon meteen kan zien. Maar we moeten wachten, man. We moeten wachten. 6-25 is wel een mooie score, though. 10 captures, 19 defense. Niks op aan te merken, man. Ah, score had beter gekund. Maar ja, weet je, we spelen alleen maar voor headshots. Wat wil je? Wat wil je? We hebben er wel heel veel binnen gesleept. Ik ben echt benieuwd hoeveel. Dit ding duurt ook nog 15 seconden. Kom op. Ja, dankjewel. Ja, hoeveel headshots hebben we? Ik zeg sowieso, ik zeg 24. Ik zeg 24. We hebben er echt heel veel gemaakt. Ik zeg 24. We are the champions, my friends. Tum, tum, tum. 24 headshots, ik zei het je, jongen. Ik fucking zei het je. Oké, dat houdt dus in dat we nu 64 headshots hebben. 50 hebben we gehaald, 64 in totaal. Hoppatee, man. Oké, dat houdt in dat we op dit moment nog 36 headshots nodig hebben. Dat kunnen wij doen in twee potjes. Alle twee de potjes 18 headshots maken. En dan hebben we alweer de 100 headshots binnen. Wat we daarna natuurlijk nog moeten doen is we moeten daar nog doorgaan. Want we moeten daar nog andere challenges voltooien. Maar dat zien we vanzelf wel. Ik hoop dat jullie in ieder geval hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Mocht jullie nou hebben genoten, dan natuurlijk zoals je kijkt op like nog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.